Alsjeblieft, doe iets in godsnaam. Mama, kan dan maar. Vertel, wat zag ze in de school? Wat er gebeurd is? Die mevrouw die zei tegen Marleentje dat ze een vriendin was van haar moeder. Maar niks ergs met Marleen is. Toen was het liefde iets. Was het toch een vriendin van mij van 1916? Nee, het was geen vriendin. Ik sta hier voor kleuterschool De Wingerd. Ja, maar hoe weet u dat? We hebben hier een mogelijke ontvoering op een kleuter. Ik wil hier graag de recherche ter plaatse. Maar kunt u me zeggen wanneer meneer... Vraag hem of hij direct de kleuterschool belt. Het is dringend. Recherche inspecteur Brandsma, inspectrice Verwij, mevrouw Celia Hartog, de moeder van Marleen. En natuurlijk kwam er een mevrouw. En die zei dat ze een vriendin was van Marleentjes moeder. En toen dacht Marleentje dat dat echt waar was en toen ging ze mee. En zei die mevrouw nog iets tegen jou? Nee. Ze zei tegen Marleentje dat haar moeder opgehouden was en dat zij in haar plaats kwam. Kun je meneer Hartog niet bereiken? Volgens de secretaresse is hij weggegaan en ze weet niet wanneer hij terugkomt. Chris, kan jij daar naartoe gaan om hem op te vangen? Ja. Ja, nee, vergeet die lunch maar even, ja. Luister, ik wil dringend een paar dingen nagecheckt hebben. Firma van Hartog. Oké, hebbes. Ja, we doen wat we kunnen. Ja. Ik ga nog even langs Keizer. Ja, kom voor elkaar. Nou, dat wordt weer een kroket uit de muur. Ik wil de namen en adressen. Ja, van alle kinderen die vandaag op school waren. En CD Hartog, hebben jullie daar iets over? Hij is door het rode licht gereden. Zo. En die firma Derris Instruments? En onder de meisjesnaam? Wat doet Verwij daarbij? Of solliciteert ze bij de recherche? Het schijnt dat ze samen aan het lunchen waren. Oh, een en al gezelligheid. Sorry, zeg maar. Ja, één moment, hè? Ja, Gerard, ik bel je zo terug. Ja, kom maar op met die handel. Nee, meneer Hartog is er niet. Kan ik een boodschap aannemen? Nee, het spijt me. Nee, dat weet ik niet. Graag. Dank u wel. Goedemiddag. Hoe bedoelt u dat hij nogal raar deed? Nou, ik probeerde hem aan te spreken en toen ging hij er als een haas vandoor en negeerde mij totaal. Doet hij anders nooit. En hoe lang was dat nadat u dat telefoontje kreeg? Vrijwel meteen. Ik zou die vrouw trouwens ook nooit doorverbonden hebben, maar ze zei dat ze familie was. En verder? Verder niks. Hij pakte zijn koffertje en vertrok. U wilde me spreken? Ja, ik wilde u wat vragen. Denkt u dat Marleen zomaar met een wild vreemde mee zou gaan? Marleen is een verstandig kind, slim voor de leeftijd. Maar ja. Maar ja, wat? Mevrouw Hartog is niet erg punctueel. Marleen wordt vaak door buren of kennissen opgehaald. Eigenlijk kan elk willekeurige vreemdeling hier binnenkomen en haar zo meenemen. Meneer Hartog, of u geld erop terugbelt. Geen tijd. En er was een dame van de politie. Van de politie? Je hebt toch niet gezegd waar ik was? Ik wist toch niet waar u was? Oh, daar is die dame trouwens. Meneer Hartog, u heeft een telefoontje gehad. Met een eis voor losgeld? Marleentje komt in levensgevaar als de politie zich ermee bemoeit. Wat vragen ze? 2 ton. En daar zit 2 ton in? Ik heb de raad van bestuur gebeld, die hebben het geregeld met de bank. En waar moet het heen? Meneer Hartog, waar moet u dat losgeld heen brengen? Die vrouw die zal me bellen en instructies geven. En wanneer het geld volledig is betaald en er geen stomme dingen gebeuren, dan wordt Marleentje binnen een uur vrijgelaten. De politie doet geen stomme dingen. Ik wil eerst met mijn vrouw spreken. Natuurlijk.
Ik heb 50 afdrukken nodig van de foto van dat meisje. Voor Brandsma. Daar heb ik toestemming voor van jullie chef, ja. Ja. Natuurlijk is het team gewaarschuwd, maar ondertussen hoeven we dan niet op ons gat te blijven zitten hier. Ja, dat geeft niet. Zwart-wit is goed genoeg. Bedankt. Oké. Nou, er moet dus pronto afgeleverd worden bij Derders Instruments. Persoonlijk aan inspecteur Brandsma. Fantastisch. Hé, Robbie, ik geef het aan hem door en alvast bedankt. Oké. Nou, we hebben een pijlwagen. Mooi. En Brandsma, die krijgt weer veren in zijn reet. Let maar op. Snijd dus. Hey, Robbie. Chef, met de complimenten. Dank je. Zit hier vlak om de hoek, hè? Robbie. Het lijkt mij een boel geld en dit is veiliger, dan kunnen we het in de gaten houden. Geen sprake van. Ik gebruik mijn eigen koffer. Als Marleentje iets overkomt door die stomme politietrucs van jullie, dan wil ik dat niet op mijn geweten hebben. Goed. Dan doen we het op uw manier. Ja? Ja, ik heb het losgeld. Alles goed met Marleen. Alsjeblieft. Hallo? Hallo? Opgehangen. Wat zijn de instructies? Zei ze dat het goed was met Marleen? Maar wat zeiden ze? De instructies? Dat ik met mijn eigen auto moest komen. Ja, en dan? Meneer Hartog. Sorry. Ik moet naar de telefooncel. De vent weg. Over 5 minuten. Was dat alles? Ja, behalve dat ze me alleen zullen vermoorden als ik de politie erbij haal. Ben je aan het uitspoken? Ik jat deze bus. Oh ja. Agent, kan ik u misschien helpen? Is deze bus van u? Ja, hij is van het jeugdcentrum. Dit joch probeerde om ermee vandoor te gaan. Ja, hij kan nauwelijks bij de pedalen. God, dan zou u nog verbaasd van staan. Kent u hem? Tuurlijk. Kom op, Jimmy. Uit die wagen. Hoe heet je? Van je achternaam? Hoe heet jij van je achternaam? Smit. Ron Smit. En nou jij? Ik ben undercover. Jimmy Bakker, Bleekstraat 12. Jimmy! Kom eens hier. Je staat genoteerd. Het zijn jochies als jij en je vriendjes die achter sturen kruipen en nauwelijks door de voorruit kunnen kijken en nog eens een keer zware brokken maken. Weet je dat? Als je wilt piepen, dan krijg je een dreun. Van jou zeker. Ik kan die bus heus wel rijden. Ik laat je nou gaan. Als ik je nog één keer een auto zie rotzooien, dan gaan we wegpiepelen. Oké? Okay? Jimmy, nee. Keizersnij. Het is leuk, joch. Dat is hij. Vader is ter plaatse en wacht. Guus, luister. Dat geldt voor iedereen. Als we moeten kiezen tussen hem kwijtraken of stuk gaan, dan gaan we stuk. Duidelijk? Begrepen, 0018. Nou, maar hopen dat die telefooncel niet gemolesteerd is. Ah, dit is slim. Theo, die telefooncel is fake. Hartog is juist via zijn autotelefoon gebeld. Vader rijdt weg.
gaat noordoost. Kunnen we move? Het was niet mijn bedoeling om zo kort af te zijn. Het is wel goed, hoor. Waren we maar nooit hier naartoe verhuisd. We hadden het zo goed in Brabant. Moest u hierheen voor het werk van uw man? Hij kon directeur worden. Het is een prachtig huis. Waar zou ze zijn? Vader is gestopt in het park. Kan de plek van de overdracht zijn? Ja, we hebben hem. Hou hem in de gaten, maar blijf op een veilige afstand. Hebben wij het nummer van Hartog zijn autotelefoon? Richard, kun jij dit toestel op de autotelefoon van Hartog schakelen? Jawel, mevrouw. Geef het nummer maar. Noteer alle kentekens van auto's die belangstelling hebben. Meneer Keizer. We hebben een telefoontje van een krant. Ze hebben blijkbaar een tip dat er een kind is ontvoerd. Wat heb je gezegd? Dat er mij niks van bekend is. Ja, ja. Heel verstandig. Ja, is hij nog in zijn auto of is hij eruit? Vader pakt de koffer uit de auto. Loopt ermee weg. Zet hem bij een bankje. Blijf uit de buurt. Die bus aan. Waarom? Joyriders, jochies van een jaar of 12 en Jimmy Bakker. Wie is Jimmy Bakker? Een vriendje van mij nog gebroken maken. Ja, moet dat zo? Ja, sorry. Ik moet ook mijn werk doen. Kruislaan komt uit voor 1.13. Ja, Ron, zeg het maar. Kun je laten uitkijken naar een blauwe bus, DK 25 en nog wat. Een jochie van een jaar of 12 is mee vandoor. Van het Martinus Jeugdcentrum. Meneer Hartog, kunt u mij zeggen wat er gebeurt? Er is via deze telefoon contact met me opgenomen. Die vrouw die zal mij elk moment terugbellen. Gaat u nou toch alsjeblieft van die lijn? Maar waar bent u nu? Ga alsjeblieft van die lijn. Die vrouw die kan elk moment terugbellen. Ik heb jullie hier absoluut niet bij nodig. Hij staat gewoon een straat verderop, hoor. Volgens mij is het weer een test. Niemand is zo stom om het daar te doen. Veel te open en bloot. Guus, wat je ook doet, blijf uit de buurt van die geldkoffer. Waarschijnlijk testen ze ons alleen maar uit. Morgen heeft ze notabene een afspraak met de tandarts. Wat moet ik nou zeggen? Het spijt me, mijn dochter is ontvoerd. Wie doet nou zoiets? Verdenkt u iemand? Nee. Een vrouw. Waarom gaat die telefoon nou niet? Het geld moet nou toch al betaald zijn? Soms sturen ze je van het kastje naar de muur. Vader heeft weer een telefoontje.
Vader vertrekt. Volg hem. Maar houd afstand. Vader is weer terug bij de koffer. Vader gaat met de koffer terug in de auto. Stapt in. Hij rijdt weg. Blijf hem volgen. Mooi 1-14. Haal ze in, laat ze stoppen voor ze brokken maken. Het zijn joyriders. Ze gaan door rood licht naar de ringweg. Waar? Ze nemen de verkeerde rijbaan. Adjudant, we hebben een spookrijder. Zijn jullie al lang getrouwd? Zowat 10 jaar. En echt leuk was het alleen maar in het begin. Mevrouw Hartog? Marleen! Kruisnaam, dit is 1016. Marleen! Ik heb een dringend bericht voor inspecteur Brandsen. Guus, wat is er gaande? Hij komt naar buiten. Hij heeft afgeleverd. Hij stapt in. Oké, Guus, ga maar kijken. Dringend bericht voor inspecteur Brandsma. Wacht even. Meisje is thuis. Veilig en ongedeerd. Dankjewel, Kruislaan. Alle eenheden, het meisje is veilig. We gaan erop af. We hebben sodemieterd. Niet te zuinig ook. Adjudant, is er al nieuws over die bus met Jimmy Bakker? Je hebt last van vaderlijke gevoelens. Hé, hey, maar het is een leuk joch en ik had hem vanmorgen... Wacht maar, Ron, tot je zelf een zoon hebt die het bloed onder je nagels vandaan haalt zoals mijn junior. Junior is zowat 20 en dit jochie is amper 12. En ik had hem vanmorgen in mijn vingers en het heeft niet geholpen. Nee. Dat kun je wel zeggen. Ze zijn gaan spookrijden op de ringweg en tegen een lichtmast aangeknald toen ze moesten uitwijken. 3 gewonden, waarvan 1 zwaar. We hebben nog geen namen. Weet je zeker dat het die bus was en dat jochie? En die mevrouw die je van school heeft gehaald, die heb je nooit eerder gezien. Nee. Zei ze nog wat toen ze je daar ginds afzette? Helemaal niks? Maar weet je dat heel zeker? Moet je heel goed nadenken.
Nooit eerder gezien. Nee? Het is nou toch wel genoeg geweest, hè? Ze heeft een afschuwelijke ervaring achter de rug. Ja. En u? Hoe bedoelt u? Ik bedoel dat er een aantal dingen niet kloppen. Loopt u even mee? Bent u verzekerd voor het losgeld? Ja, de firma heeft een collectieve verzekering tegen ontvoeringen voor alle directeuren. Hm. Nou, dat komt dan mooi van pas, nietwaar? Denkt u dat ik het prettig vind om dit alles mee te moeten maken? Ik denk helemaal niks, meneer Hartog. Alleen vraag ik mij wel af hoe u het allemaal voor elkaar gegoocheld hebt. Hey, chef. Wat doe jij hier? Volgende peiling. Een peiling? Waar? Kijk maar eens achter je. Sleutels. Ik geloof dat we toch een kleinigheidje over het hoofd hebben gezien. Ik wil eerst mijn advocaat spreken. Dat doet u dan maar op het bureau. Ik moet u meedelen dat u niet verplicht bent om antwoorden te geven. Alhoewel het zou erg handig zijn als u maar meteen de naam van uw medeplichtige gaf. Dat vind ik anders wel. Dat is die Ellie Maroya. Ze minnares. O, durf je. Schaam je. Nou, stoken in een goed huwelijk hoeft hij geloof ik ook niet meer. Hoe durf je. Hoe durf je. Dat is een oude truc. Jimmy! Gaan we nou piepelen? Ik zou achter de tralies moeten zetten en de sleutels weggooien. Zou je moet toch eerst moeten pakken? Dat was Jimmy! Ja? En dan liggen er drie andere kinderen in het ziekenhuis. Maar misschien ook van die aardige jochies. Het ergste is als je ze kent. Als je weet wat voor... Ja, vertel mij wat. Daar zit 2 ton in? Ik heb de raad van bestuur gebeld, die hebben het geregeld met de bank. En waar moet het heen? Meneer Hartog, waar moet u dat losgeld heen brengen? Die vrouw die zal me bellen en instructies geven. En wanneer het geld volledig is betaald en er geen stomme dingen gebeuren, dan wordt mijn leentje binnen een uur vrijgelaten. De politie doet geen stomme dingen. Ik wil eerst met mijn vrouw spreken. Natuurlijk. Ik heb 50 afdrukken nodig van de foto van dat meisje. Voor Brandsma. Daar heb ik toestemming voor van jullie chef, ja. Natuurlijk is het team gewaarschuwd, maar ondertussen hoeven we dan niet op ons gat te blijven zitten hier. Ja, dat geeft niet. Zwart-wit is goed genoeg. Bedankt. Oké, nou, dan moet dus pronto afgeleverd worden bij Derders Instruments. Persoonlijk aan inspecteur Brandsma. Fantastisch. Hé, Robbie, ik geef het aan het door en alvast bedankt. Oké. Nou, we hebben een pijlwagen. Mooi. En Brandsma, die krijgt weer veren in zijn reet. Let maar op. Nee, dus. Hey, Robbie. Chef, met de complimenten. Dank je. Zit hier vlak om de hoek, hè? Robbie.
Wat krijgen we nou? Het lijkt mij een boel geld en dit is veiliger, dan kunnen we het in de gaten houden. Geen sprake van. Ik gebruik mijn eigen koffer. Als Marleentje iets overkomt door die stomme politietrucs van jullie, dan wil ik dat niet op mijn geweten hebben. Goed. Dan doen we het op uw manier. Ja? Ja, ik heb het losgeld. Goed. Ja. Is alles goed met Marleen? Alsjeblieft. Hallo? Hallo? Opgehangen. Wat zijn de instructies? Zei ze dat het goed was met Marleen? Maar wat zeiden ze? De instructies? Dat ik met mijn eigen auto moest komen. Ja, en dan? Meneer Hartog. Sorry, ik moet naar de telefooncel. De vent weg. Over 5 minuten. Was dat alles? Ja, behalve dat ze me alleen zullen vermoorden als ik de politie erbij haal. Als er maar niks ergs met Marleen is. Doet er alsjeblieft iets. Was er toch een vriendin van mij van 1016? Ik sta hier voor kleuterschool De Wingerd. Ja, maar hoe weet u dat we hebben hier een mogelijke ontvoering van kleuter. We kunnen hier graag de recherche ter plaatse. Maar kunt u me zeggen wanneer meneer Hart? Vraag hem of hij direct de kleuterschool belt. Het is dringend. Recherche inspecteur Brandsma, inspectrice Verwij, mevrouw Celia Hartog, de moeder van Marleen. En toen kwam er een mevrouw. En die zei dat ze een vriendin was van Marleentjes moeder. En toen dacht Marleentje dat dat echt waar was en toen ging ze mee. En zei die mevrouw nog iets tegen jou? Nee. Ze zei tegen Marleentje dat haar moeder opgehouden was en dat zij in haar plaats kwam. Kun je meneer Hartog niet bereiken? Volgens de secretaresse is hij weggegaan en ze weet niet wanneer hij terugkomt. Chris, kan jij er naartoe gaan om hem op te vangen? Ja. Ja, nee, vergeet uw lunch maar even, ja. Luister, ik wil dringend een paar dingen nagecheckt hebben. Firma van Hartog. Oké, heb eens. Ja, we doen wat we kunnen. Ja. Ik ga nog even langs Keizer. Ja, kom voor elkaar. Nou, dat wordt weer een kroket uit de muur. Ik wil de namen en adressen. Ja, van alle kinderen die vandaag op school waren. En CD Hartog, hebben jullie daar iets over? Hij is door het rode licht gereden. Zo. En die firma Derris Instruments? En onder de meisjesnaam? Doet voor wij daarbij? Of solliciteert ze bij de recherche? Het schijnt dat ze samen aan het lunchen waren. Oh, een en al gezelligheid. Sorry, zeg ja, maar. Ja, één moment, hè. Ja. Ja, Gerard, ik bel je zo terug. Ja. Ja, kom maar op met die handel. Nee, meneer Hartog is er niet. Kan ik een boodschap aannemen? Nee, het spijt me. Nee, dat weet ik niet. Graag. Dank u wel. Goedemiddag. Hoe bedoelt u dat hij nogal raar deed? Nou, ik probeerde hem aan te spreken en toen ging hij er als een haas vandoor en negeerde mij totaal. Doet hij anders nooit. En hoe lang was dat nadat u dat telefoontje kreeg? Vrijwel meteen. Ik zou die vrouw trouwens ook nooit doorverbonden hebben, maar ze zei dat ze familie was. En verder? Verder niks. Hij pakte zijn koffertje en vertrok. U wilde me spreken? Ja, ik wilde u wat vragen. Denkt u dat Marleen zomaar met een wild vreemde mee zou gaan? Agent! Agent! Iemand heeft mijn dochter meegenomen. Uw dochter, hoe bedoelt u? Alsjeblieft, doe iets in godsnaam. Kan dan maar. Wat zeggen ze in de school? Wat er gebeurd is. Die mevrouw die zei tegen Marleentje dat ze...
dat ze een vriendin was van haar moeder. Als er ergens met Marleen is. Toen dacht Marleen toen was het liefde iets. Was het toch een vriendin van haar moeder? Het was geen vriendin. Ik sta hier voor kleuterschool De Wingerd. Ja, hoe weet u dat we hebben hier een mogelijke ontvoering voor kleuter. Ik wil hier graag de recherche ter plaatse. Maar kunt u me zeggen wanneer meneer Hartog is? Vraag hem of hij direct de kleuterschool belt. Het is dringend. Recherche inspecteur Brandsma, inspectrice Verwij, mevrouw Celia Hartog, de moeder van Marleen. En toen kwam er een mevrouw. En die zei dat ze een vriendin was van Marleentjes moeder. En toen dacht Marleentje dat dat echt waar was en toen ging ze mee. En zei die mevrouw nog iets tegen jou? Nee. Ze zei tegen Marleentje dat haar moeder opgehouden was en dat zij in haar plaats kwam. Kun je meneer Hartog niet bereiken? Volgens de secretaresse is hij weggegaan en ze weet niet wanneer hij terugkomt. Chris, kan jij er naartoe gaan om hem op te vangen? Ja. Ja, nee, vergeet die lunch maar even, ja. Luister, ik wil dringend een paar dingen nagecheckt hebben. Firma van Hartog. Oké, heb eens. Ja, we doen wat we kunnen. Ja, ik ga nog even langs Keizer. Ja, komt voor elkaar. Nou, dat wordt weer een kroket uit de muur. Ik wil de namen en adressen, ja, van alle kinderen die vandaag op school waren. En CDA Hartog, hebben jullie daar iets over? Hij is door het rode licht gereden. Zo. En die firma Derris Instruments? En onder de meisjesnaam? Wat doet Verwij daarbij? Of solliciteert ze bij de recherche? Het schijnt dat ze samen aan het lunchen waren. Oh, een en al gezelligheid. Sorry, zeg maar. Ja, één moment, hè. Ja, Gerard, ik bel je zo terug. Ja. Ja, kom maar op met die handboel. Nee, meneer Hartog is er niet. Kan ik een boodschap aannemen? Nee, het spijt me. Nee, dat weet ik niet. Graag. Dank u wel. Goedemiddag. Hoe bedoelt u dat hij nogal raar deed? Nou, ik probeerde hem aan te spreken en toen ging hij er als een haas vandoor. Het geld moet nou toch al betaald zijn? Soms sturen ze je van het kastje naar de muur. Vader heeft hier een telefoontje. Vader vertrekt. Volg hem. Maar houd dat dan. Vader is weer terug bij de koffer. Vader gaat met de koffer terug in de auto. Stapt in. Hij rijdt weg. Blijf hem volgen. Mooi 1-14. Haal ze in, laat ze stoppen voor ze brokken maken. Het zijn joyriders. Ze gaan door rood licht naar de ringweg. Waar? Ze nemen de verkeerde rijbaan. Adjudant, we hebben een spookrijder. Zijn jullie al lang getrouwd? Zowat 10 jaar. En echt leuk was het alleen maar in het begin.
haar, toch? Marleen! Kruislaan, dit is 1016. Marleen! Ik heb een dringend bericht voor inspecteur Brands. Guus? Van Hartog schakelen? Jawel, mevrouw. Geef het nummer maar. Noteer alle kentekens van auto's die belangstelling hebben. Meneer Keizer. We hebben een telefoontje van een krant. Ze hebben blijkbaar een tip dat er een kind is ontvoerd. Wat heb je gezegd? Dat er mij niks van bekend is. Ja, ja. Heel verstandig. Ja, is hij nog in zijn auto of is hij eruit? Vader pakt de koffer uit de auto. Loopt ermee weg. Zet hem bij een bankje. Blijf uit de buurt. Bus aan. Waarom? Joyriders, jochies van een jaar of 12 en Jimmy Bakker. Wie is Jimmy Bakker? Een vriendje van mij nog gebroken maken. Ja, moet dat zo? Ja, sorry. Ik moet ook mijn werk doen. Kruislaan, kom uit voor 1.13. Ja, Ron, zeg het maar. Kun je laten uitkijken naar een blauwe bus, DK 25 en nog wat. Een jochie van een jaar of 12 is er mee vandoor. Van het Bettines Jeugdcentrum. Meneer Hartog, kunt u mij zeggen wat er gebeurt? Er is via deze telefoon contact met me opgenomen. Die vrouw die zal mij elk moment terugbellen. Gaat u nou toch alsjeblieft van die lijn? Maar waar bent u nu? Ga alsjeblieft van die lijn. Die vrouw die kan elk moment terugbellen. Ik heb jullie hier absoluut niet bij nodig. Hij staat gewoon een straat verderop, hoor. Volgens mij is het weer een test. Niemand is zo stom om het daar te doen. Veel te open en bloot. Guus, wat je ook doet, blijf uit de buurt van die geldkoffer. Waarschijnlijk testen ze ons alleen maar uit. Morgen heeft ze nota bene een afspraak met de tandarts. Wat moet ik nou zeggen? Het spijt me, mijn dochter is ontvoerd. Wie doet nou zoiets? Verdenkt u iemand? Nee. Een vrouw. Waarom gaat die telefoon nou niet? Het geld moet nou toch al betaald zijn? Soms sturen ze je van het kastje naar de muur. Firma van Hartog. Oké, heb eens. Ja, we doen wat we kunnen. Ja, ik ga nog even langs Keizer. Ja, kom voor elkaar. Nou, dat wordt weer een kroket uit de muur. Ik wil de namen en adressen, ja, van alle kinderen die vandaag op school waren. En CD Hartog, hebben jullie daar iets over? Hij is door het rode licht gereden. Zo. En die firma Derris Instruments? En onder de meisjesnaam? Doet voor wij daarbij? Of solliciteert ze bij de recherche? Het schijnt dat ze samen aan het lunchen waren. Oh, een en al gezelligheid. Sorry, zeg ja, maar. Ja, één moment, hè. Ja, Gerard, ik bel je zo terug. Ja. Ja, kom maar op met die handboel. Nee, meneer Hartog is er niet. Kan ik een boodschap aannemen? Nee, het spijt me. Nee, dat weet ik niet. Graag. Dank u wel. Goedemiddag. Hoe bedoelt u dat hij nogal raar deed? Nou, ik probeerde hem aan te spreken en toen ging hij er als een haas vandoor en negeerde mij totaal. Doet hij anders nooit. En hoe lang was dat nadat u dat telefoontje kreeg? Vrijwel meteen. Ik zou die vrouw trouwens ook nooit doorverbonden hebben, maar ze zei dat ze familie was. En verder? Verder niks. Hij pakte zijn koffertje en vertrok.
U wilde me spreken? Ja, ik wilde u wat vragen. Denkt u dat Marleen zomaar met een wild vreemde mee zou gaan? Marleen is een verstandig kind, slim voor de leeftijd. Maar ja. Maar ja, wat? Mevrouw Hartog is niet erg punctueel. Marleen wordt vaak door buren of kennissen opgehaald. Eigenlijk kan elk willekeurige vreemdeling hier binnenkomen en haar zo meenemen. Oh, meneer Hartog, of u geld erop terugbelt. Geen tijd. En er was een dame van de politie. Van de politie? Mm-hmm. Je hebt toch niet gezegd waar ik was? Ik wist toch niet waar u was? Oh, daar is die dame trouwens. Meneer Hartog, u heeft een telefoontje gehad. Met een eis voor losgeld? Marleentje komt in levensgevaar als de politie zich ermee bemoeit. Wat vragen ze? Twee ton.